Welkom bij uh, deze webinar over het Power Platform. Mijn naam is Matthijs van der Linden. Ik ben uh, van Microsoft, technisch specialist Power Platform. En met mij heb ik meegenomen Maarten Visser. Goeiedag, mijn naam is uh, Maarten Visser. Ik ben uh, business consultant bij uh, Rapid Circle. En ik hou me onder andere bezig met het uh, gecontroleerd laten groeien van uh, het Power Platform. Gecontroleerd laten groeien, ik hou ja, ervan. Dat is Mooi. ook een beetje de kern van het, waar we het over gaan hebben ja, vandaag. Hè? Ik wou net zeggen, ja, dus ik heb hier een kleine agenda. Uh, waar we het over gaan hebben. Hè. Mijn taak zal zijn om het platform uit te leggen. Wat is het Power Platform? Uh, wat houdt het in? Wat zijn de laatste ontwikkelingen in het Power Platform? Uh, en dan zal jij het hebben over hè. hoe zorg je nou dat als iedereen nu apps kan maken. Want dat is wat uh, de strekking is: de apps maken wordt heel simpel gemaakt. Zeker. Wat gebeurt er dan en hoe zorgen we dat dat niet uit de hand loopt? Ja, en we gaan het ook nog een beetje hebben over de, ja, het applicatielandschap, uh, hoe dat verandert op het moment dat dat, dat PowerPlatform daar een, een rol in gaat spelen. Um, en, 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 ja, en de controleerbaarheid daarvan. Ja. Dat, uh, dat is de kern van vandaag. Allereerst is het denk ik goed om even na te gaan waarom zijn we hier en waarom hebben we eigenlijk de PowerPlatform nodig? Wat, wat lossen we op met dat PowerPlatform? Ik denk dat iedereen wel zich herkent in uh, het verhaal dat er binnen organisaties veel papieren processen zijn. Hè? Uh, dus er is, zijn heel veel mensen die op dagelijkse basis papier aan het invullen zijn of later weer in het systeem moeten zetten. En je wil eigenlijk van papier wil je naar digitaal gaan. Je wil eigenlijk je digitale transformatie doormaken. Uh, en traditioneel kostte dat heel veel geld. Dus stel je wilde een applicatie maken, had je een programmeur nodig, dat uh, kostte veel geld, dat kostte veel tijd en dan blijft het eigenlijk liggen. Ja, en soms al zes maanden, en er is altijd een backlog. Altijd dus je bent backlog. niet de enige die iets wil. Nee, de, ieder, iedereen heeft van die processen, en dat zijn hele kleine processen. Uh, en het zou zo fijn zijn als dat geautomatiseerd werd, maar ja, traditioneel was daar gewoon geen geld voor. Was, was, de resources waren er niet. Uh, en dus die handmatige processen, die wil je eigenlijk uh, ja, automatiseren. Soms zijn ze ook heel complex. Heeft iemand bijvoorbeeld een Excel-sheet gemaakt, uh, en je heeft allerlei hele ingewikkelde macro's, en de man of vrouw die dat gemaakt heeft, die is misschien al weg uit de organisatie. Dat zien we ook wel eens. En iemand durft daar aan te komen. Dus, dus hoe zorg je dat je al die kleine oplossingjes die er zijn, wat we ook wel noemen shadow IT, dus die onbeheersbare, tijdelijke IT-oplossingjes, hoe zorg je dat we ook die. Uh, weer naar een nieuw niveau brengen en zorgen dat die toekomstproof zijn? Ja, en je hebt eigenlijk twee vormen van, van Shadow IT. Het zijn inderdaad die, uh, nou, die kleine access databases en Excel-applicaties die uh, ergens uh, op een machine van een gebruiker staan of die uh, ergens in een hoekje worden gebruikt. En de andere vorm van shadow IT is natuurlijk altijd verschillende SAAS-oplossingen die een uh, lokale afdeling ergens met een creditcard heeft aangeschaft. Ja. Uh, omdat ze niet langer wouden wachten totdat corporate IT uh, zeg maar, die oplossing voor ze kon, uh, kon gaan bouwen. Precies. Ja. En uh, nou ja, het Power Platform is uh, mogelijk gewoon dé oplossing om in ieder geval dat uh, te gaan beperken ja. en daar controle op te krijgen. Dus voorheen had je dan goedkeuring nodig van uh, topmanagement om iets te maken. Of dan had je een groot project bijvoorbeeld wat je in gang zet. En nu zeggen we eigenlijk: nou, we geven mensen de tools. Om hun eigen problemen op te lossen. Want jij zit in het proces, jij weet precies wat je nodig hebt. Uh, en nu kan je dat zelf gaan bouwen. En wij noemen dat, Microsoft heeft natuurlijk daar een mooie term voor. Zoals, wij noemen dat de democratisering van die digitale transformatie. Dus wat nou als we mensen gewoon de kracht geven, de empowerment geven met onze platform om uh, innovatie te drijven. En je ziet dat als mensen helemaal doorhebben hoe dat werkt, dat platform, als ze snappen wat je ermee kan, dan gaan de ideeën komen. Dus uh, gisteren nog heb ik een brainstorm sessie gegeven en dan hoor je gewoon: oh, dan kan ik ook dit, oh dan kan ik ook dat. En uh, dat is natuurlijk heel gaaf. Zeker. En vooral als je ook met uh, innovatiemanagers gaat, uh, gaat spreken, daar zijn hele lijsten van, van suggesties die wel eens uh, zijn opgeworpen ja. over uh, hoe processen slimmer kunnen worden gedaan. Absoluut. En wat je, ja, wat je bij grote organisaties gewoon ziet, is dat er gewoon eigenlijk door digitale transformatie wel honderden, soms wel duizenden pro kleine procesjes eigenlijk uh, aanpassing vragen. Ja. En hoe ga je dat nou doen? Ja, en het mooie het, het, voor elke organisatie kan je iets met de Power Platform. Dus iedereen heeft wel zo'n proces. Iedereen heeft wel een situatie waar ze vanaf willen, hè, dat, wat ze willen digitaliseren. Dus ik denk dat het uh, altijd relevant is. Uiteindelijk ga je natuurlijk data vergaren op het moment dat je data niet meer verspreid is over de organisatie, omdat het analoog is. Hè? Op papier is bijvoorbeeld, uh, in mapjes zit, maar ineens in een database zit, kan je natuurlijk analyseren hoe, zijn we, ja, hoe gaat het in het proces. Dus het is een, een unieke kans om uh, data-driven je organisatie in te richten. En ook als je natuurlijk een analoog proces gaat digitaliseren, wil je ook kijken naar, hé, hey, is de manier hoe wij dit doen, is dit wel de beste manier om het te doen? Mm -hmm. We gaan niet gewoon kopiëren en plakken naar een digitale powerplatform oplossing. We willen ook echt gaan, kritisch dan gaan kijken, hey, de manier waarop wij ons werk doen, is dat de manier? Ja, en dit is misschien wel de lastigste, want uh, heel, ja. binnen organisaties wordt vaak al uh, soms uh, vele jaren, soms wel uh, tientallen jaren gewerkt volgens een bepaald proces. Ja. En dan komen nu al die, uh, die nieuwe inzichten en digitale technologie. Ja. En het, het loslaten van bestaande, bestaande manieren van werken en, en processen, dat, uh, nou, dat, dat begint met een stapje terug kunnen doen en loslaten. En dat is een heel, ja, dus veranderingsmanagement, dat is, uh, heeft ja. niks met IT te maken, maar gewoon de bereidheid om opnieuw na te gaan denken over hoe je als uh, organisatie je, je klanten helpt, of je, je medewerkers ondersteunt of je producten levert. Exact. Dus De democratische Serie van digitale transformatie. Wat is dan het power platform waar we het dan over hebben? Dat nou, bestaat uit verschillende producten. Je hoeft er niet te lang over bij stil te staan wat die producten hoe ze heten. Maar het gaat vooral om wat voor waarde leveren ze natuurlijk. Als we het kort bespreken, dan is Power BI onze hè, de BI tool, Business uh, Insights, Business Analytics tool. Power Apps is eigenlijk de tool waarmee wij uh, de applicatie maken. Dus de applicatielaag waarmee je interacteert. Op je telefoon of tablet of op je computer. Power Automate, dat heette vroeger Flow. En, en vroeger bedoel ik dan twee weken. Hè. Dat, is voor, <laughs> dat is voor Microsoft. En in de, in de IT is dat vroeger, want dat gaat zo hard. Uh, en Power Automate is hoe je buiten je applicatie om uh, verbindt met de externe wereld. En processen automatiseert. Dus het is een process automation tool, kort gezegd. En de nieuwe is Power Virtual Agents. En ook dit is weer low-code. Dus geen programmeur nodig. En het is nu. Heel simpel om een virtuele agent, dus een nieuwe manier om te interacteren met je klanten uh, te ontwikkelen, zonder dat je daar een regel voor hoeft te programmeren. Ja, en voor de, de, de technici, het is eigenlijk nog een extra uh, no-code-low-code laag op het uh, Azure uh, Bot Framework. Dus de mogelijkheid om, om chatbots uh, te bouwen en de logica en de conversaties die je daarmee wil modelleren, die kan je dus visueel gaan, uh, gaan modelleren. Erg gaaf. Ja, ja. En zo zie je, hè, want er komt steeds meer bij dat powerplatform. Dus het heet niet alleen nu Power Automate, maar er zijn ook weer allerlei functionaliteiten aan toegevoegd. En nu eh, boren we ineens een hele nieuwe markt met dat Virtual Agents eh, verhaal. Dus het is, het is heel snel gegaan en het gaat uh, steeds harder. Daarnaast, hè, dus dat platform zou niks zijn als we het niet konden verbinden met de externe wereld. Dus we, we hebben allerlei standaard data connectors, meer dan 250. En de, de 300 lijst, zijn het er volgens mij al Nu bij. zijn het misschien wel weer ja. 300. En we hebben de, een, een nieuwe functionaliteit, de AI-beelden, daar ga ik later meer over vertellen. Uh, ik wil jullie ook niet hè, overprikkelen met alles wat er is. Maar wat wel belangrijk is, en wat ook heel belangrijk is, is de Common Data Service. En dat is eigenlijk een soort database die wij gebruiken als basis, als backbone voor dat hele Power Platform. Om te zorgen dat op het moment dat jij een oplossing bouwt op het platform, dat je dat doet. En, en dat je één bron van de waarheid hebt, en dat is de Common Data Service. En daar kunnen we later meer over vertellen nog. Dus wat is nou eigenlijk wat je doet met die suite van oplossingen? Ja, dan, wij onderscheiden dat door te zeggen dat je, je automatiseert, je handelt en je analyseert. Mm -hmm. En dat zijn drie dingen die gebeuren niet in die volgorde in welke ik dat nu zei, maar dat is iets wat gewoon constant met elkaar in feedback is. Uh, dus in, in, in relatie met elkaar handelt. Dus uh, op het moment dat jij data vergaart hè, door te acteren met je applicatie, dan vul je data in, je verzamelt data in het veld, wil je dat analyseren. Uh, vervolgens wil je en ben je aan het automatiseren en je weet je ook weer steeds meer door die feedback van die data hoe je dat proces moet verbeteren en hoe je dat moet automatiseren. Dus constant is automate, act en analyse met elkaar in relatie. Nou, zo kijken doorgespoeld naar het product. Wat is dan Power Apps? Ja, wij zeggen soms gekscherend als je een PowerPoint kan maken, kan je een Power App maken. Het lijkt namelijk een beetje op PowerPoint. Dus je hebt de Power App Studio. Kun je ook zien op het plaatje hier. Uh, en dat is eigenlijk ja, net als uh, PowerPoint. Je begint in het midden met je slide. Dat is in dit geval een scherm van je mobiel of je tablet. En aan de linkerkant heb je alle, alle schermen, alle slides in je PowerPoint-presentatie. Uh, met alle componenten die daarop staan. En je kan echt met je Office 65 skills. Dus uh, het, het invoegen van een plaatje. Het ver veranderen van de kleur. Gewoon precies zoals je dat in Word PowerPoint ook doet. Kan je een uh, applicatie ontwikkelen? Natuurlijk, op een gegeven moment loop je tegen een leercurve aan, hè, want als je wat ingewikkeldere dingen wil doen, uh, dan wordt het natuurlijk ook ingewikkelder. Maar in eerste instantie kan je heel simpel een applicatie ontwikkelen en je begint met het eindproduct, waardoor het dus ontzettend gebruiksvriendelijk is. ...voor eindgebruikers, want ze weten precies wat ze aan het maken zijn. Ja, een belangrijk punt wat ik hier zelf altijd nog bij benoem... ...is dat, je noemde het PowerPoint als voorbeeld voor het, het, het grafische deel... Um, de, de, ...het programmeren of de logica zeg maar in de applicatie maken... ...dat gebeurt middels iets wat lijkt op de Excel-formules. Formules, ja. En um, daar zit daar, daar natuurlijk de oefening in. Dus je hebt ook zeg maar de, de Excel-goeroes... ...die hebben dat ook over de jaren heen hebben ze geleerd... ...hoe ze al die formules kunnen maken in Excel. En dat is eigenlijk voor, uh, voor Power Apps hetzelfde... Ja. En uh, de manieren waarop je informatie uit een, uit een bepaalde dataset kan halen, en die kan visualiseren en daar logica achter kan doen. Dat zijn eigenlijk formules, regular expressions, uh, die je kan bouwen in de app. Ja, absoluut. Goede toevoeging. Dus het is een low-code platform. What you see is what you get-editor. En dat geldt eigenlijk voor alles waar, wat we nu bespreken. Het is dus allemaal low-code. Of no-code, je hoeft niet te kunnen programmeren. betekent niet dat we de developer helemaal buiten schot laten. Hè? Dus als je wel een developer bent, dan is het mogelijk om dit platform uit te breiden. Als je iets vindt wat je niet zou kunnen, out of the box, wat je niet kan in de Power App Studio, dan zijn er mogelijkheden. Dus we willen niet iedereen buiten. We, ja, we noemen dat no-clips, we kunnen iedereen eigenlijk bedienen met dat PowerPlatform. Ja. Ga ik het dus ook nog even kort over hebben. Maar die rol van de, de professional developer voor het Power Platform die groeit eigenlijk. Ja. En uh, wat je ziet is dat ook de professional developer die heeft te weinig tijd. En die kan er dus steeds meer voor gaan kiezen om onderdelen ook van het Power Platform op te nemen in, uh, in de oplossingen die ze zelf bouwen. En dus dat te gaan combineren. Uh, wat bouw je direct op Azure? Wat uh, bouw je intern? Wat bouw je in, in Power Platform? En, en, en hoe kunnen die werelden samenkomen? Ja. Als je kijkt naar Power Automate. Dan is dat onze procesautomatiseringstoel. En ook op de slide kan je zien hoe het er ongeveer uitziet. Je hebt een visuele studio en door te klikken en te slepen klik je eigenlijk een, een flow in elkaar. Een, een power automate flow in elkaar. Uh, en dat is ja, een soort uh, visuele studio waarin je dus eigenlijk altijd een trigger hebt. Pardon, ik ben te snel door de slide gegaan. Een trigger en een actie. Dus een trigger kan van alles zijn. Dat kan een fysieke knop zijn. Dat kan uh, een timer zijn. Maar dat kan ook een actie die ergens plaatsvindt in een systeem zijn, eh, die vervolgens een actie triggert. En die actie, zolang het aanroepbaar is via een API, kan je, kunnen wij eigenlijk een, een actie eraan verbinden. Dus de, de mogelijkheden zijn eindeloos. Het is eigenlijk, als dit gebeurt, kan je altijd zorgen dat dat gebeurt zolang het iets aanroepbaar is uh, binnen je systeem. Dus als er een API is en je wil bijvoorbeeld dat er een, uh, er wordt een lead aangemaakt in je CRM systeem. En die lead is boven een bepaalde waarde, laten we zeggen die bo is boven 100.000 euro. Dan wil je misschien dat de sales manager op de hoogte is. Ja. Ja, vroeger had je dan een mailtje gestuurd naar die sales manager, en dit is een klein hè, voorbeeld van wat je nu heel makkelijk zou automatiseren met Flow. Dus daar zijn ook templates voor. Dus als jullie interesse hebben in Flow, raad ik zeker aan naar de website te gaan en te kijken naar die templates. Want er zijn heel veel Flows die al gewoon gemaakt zijn. En Power BI is misschien wel het meest bekende, omdat het net iets langer bestaat. We waren net iets uh, ahead of the curve, maar in combinatie met Power Apps en Flow is het nog sterker. Power BI is onze uh, business analytics tool. Dus uh, hoe ga je die data die je dan vergaart, hoe ga je die inzichtelijk maken? En hoe zorg je ook dat die eindgebruiker toegang heeft tot de tooling om die data inzichtelijk te maken voor zichzelf? Dus we hebben geen data scientists meer nodig, maar je kan zelf heel mooi een dashboard maken. Je kan zelf heel mooi visualiseren wat er aan de hand is binnen de organisatie. Wat heel belangrijk is, is dat het Power Platform, het mogen dan losse producten zijn, maar je moet ze niet zien als uh, een losse suite van producten en ook niet los van alles wat we al doen binnen Microsoft. Het is eigenlijk juist het tegenovergestelde, het Power Platform verbindt data uit het hele Microsoft platform. Dus dan hebben we het over Office 365, Dynamics 365 en Azure. De data die daarin zit, die komt samen in je Power App bijvoorbeeld. En via Flow kan je verbinding leggen tussen alle verschillende producten die er al bestaan. En je ziet ook steeds meer dat dit platform echt hier is om te blijven en steeds verder geïntegreerd wordt in alles wat er al bestaat. Dus uh, als je kijkt naar Sharepoint, het is op, heel makkelijk mogelijk op basis van een Sharepoint lijst om een Power-app te maken. Er zit gewoon een Power-app knop. En op basis van je data heb je eigenlijk al een, in één klik heb je een applicatie. De applicatie doet misschien nog niet helemaal wat je wil, maar in ieder geval uh, een groot gedeelte daarvan staat al. En zo is er ook een in integratie met Teams. Dus je kan vanuit Teams kan je een Power App embedden. Uh, je kan vanaf Teams een Flow triggeren. Dus de integratiemogelijkheden met alles wat er bestaat binnen de Microsoft Stack, die is enorm en die ja. wordt steeds groter. Nou, en dit vind ik persoonlijk een van de, de meest uh, krachtige componenten van, van dit platform. Ik bouw zelfs al bijna twintig jaar uh, productiviteitsapplicaties uh, voor, voor medewerkers om, om samen te werken en, en uh, beter toegang te krijgen tot, tot data. En, en, en eigenlijk, met, door deze integratie uh, gaat er gewoon echt een hele grote stap gezet worden om, om, om de toegang tot data naar, naar medewerkers gewoon uh, ja, dichterbij te brengen. Ja. En, en dat je zeg maar, die end-to-end -end integratie hebt van, uh, van een, een database die uh, nou, op een database server staat, of een Azure service. Um, hoe je die eigenlijk via een Power App en een Flow uh, direct in de handen van gebruikers kan geven op een mobiel, maar dat dus ook geïntegreerd in Teams of in SharePoint of in Dynamics of in, een, in de context van waar ze dagelijks en continu. ...nu aan het werken zijn. Precies. Ja. En uh, dat ja, end-to-end en natuurlijk ook secure end-to-end... -end, nou, da daar, ...daar ligt echt de grote kracht van dit platform. Ja, en vooral dat laatste is ook heel sterk. Hè? Dus die, de security is allemaal geregeld binnen het platform... ...want je zit al in je Microsoft-omgeving. Ja, daar gaan we het zo over hebben. De, hoe eigenlijk Azure Active Directory als uh, wereldwijde... ...mega schaalbare, uh, auditbare ja, platform... ...allemaal toegang geeft en, en monitoring kan doen... ...op al deze systemen. Ja, uh, en daar dat gaan is we nog een... meer over vertellen. Ja, <laughs> heel goed. Wat ik nog even wil benadrukken is het belang van het Power Platform. Dit is Satya Nadella, dat is uh, onze CEO. Niet jouw CEO, maar Microsoft CEO. Uh, en die geeft ook aan: he, Microsoft 365, Dynamics, Azure en Power Platform erbovenop. Dat is eigenlijk uh, de kern van wat Microsoft op dit moment aan het doen is. En dat zie je ook terug in de investeringen die ze doen in het productteam, in het product. Team, in het, product. Uh, het gaat gewoon enorm hard. Dus de ontwikkeling is gewoon. Ontzettend hard aan het gaan. En dat is niet alleen omdat ik power-app specialist ben en er alleen maar over aan het praten ben. Maar het komt ook echt terug uit de cijfers. Dus je ziet inderdaad 700% groei in productieapp. alleen al in het afgelopen jaar. He, 300% groei in actieve users in het afgelopen jaar. Dus je ziet in ieder geval de trend is omhoog. Ja, het platform en is hot. Hij ging ergens naar beneden. We weten niet precies wat daar aan de hand is. Dat is nog een interessante. Maar het, het platform is hot. Het gaat omhoog. En het wordt ook erkend door. De analisten. Hè? Dus de analisten zijn het er met ons eens. Zoals je ziet op de slide, in 2018 stonden we nog een stuk lager en uh, de trend is hier ook omhoog. Rechtsboven gaan we, gaan we naartoe. En hoe power to execute. Absoluut. Ja. ja, dus je ziet wat de, de slagkracht van een kolos als Microsoft en op het moment dat zij investeren in zo'n platform als dit, mm -hmm. wij investeren in zo'n platform als dit, moet ik zeggen, ja, dan, ga, dan gaat het gewoon heel hard en dat, uh, dat zien we dus nu ook. Ik wil je even meenemen in een paar ontwikkelingen. Twee ontwikkelingen die erg belangrijk zijn. Eentje is de AI Builder. Wat eigenlijk inhoudt dat we AI, Artificial Intelligence, toegankelijk maken voor eindgebruikers om in hun applicatie te gebruiken. En dat klinkt misschien een beetje abstract, maar het is dus ook een manier voor low-code, zonder te programmeren, om uh, data te analyseren en uh, ja, te beredeneren, of die, de computer te laten beredeneren over die data. Even plat gezegd. Dus een ding. Iets wat wij normaal zouden begrijpen, begrijpt uh, jouw systeem nu ook, begrijpt jouw app nu ook. Ja, vooral patroonherkenning. Dus het, um, persoonlijk vind ik dat het woord uh, AI, Artificial Intelligence, nog iets te veel wordt gebruikt. Ja. Uh, in de kern is het machine learning uh, waar, waar het over gaat. Patroonherkenning, objectherkenning. Exact. Um, en dat uh, toegankelijk maken voor een veel breder publiek. Democratisering van uh, machine learning. Ja. ja. Je kan je afvragen in hoeverre is het intelligence, maar het is in ieder geval... Uh, het, dit is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Je hebt object detection. Uh, je kan een model trainen om een, ook een patroonherkenning om een object te detecteren. Dus in dit geval, in het voorbeeld zie je dat we het model trainen om te begrijpen wat een kopje thee is of een blik met thee is. En op een gegeven moment snapt het model wat een blik met thee is. Op het moment dat je dit zou gebruiken in je applicatie en je maakt een foto van een blik met thee, dan herkent dat model meteen: hé, hey, dit is het object waar je naar op zoek bent. En je kan je voorstellen: dit is in heel veel scenario's toepasbaar. Dat kan zijn het detecteren van fouten in pijpleidingen. Of de, de, de. de mogelijkheden zijn eindeloos. En dit, het kracht hiervan is: dit, Normaal had je een data scientist voor nodig. of iemand die hier gewoon een enorm algoritme voor schreef. Ons productteam heeft dat al gemaakt voor je. En het enige wat je hoeft te doen is het model te trainen. en dat in te voegen in je applicatie. Mm -hmm. Heel krachtig. En zo zie je. Dat het wordt ingevoegd in de applicatie. En dat is een kwestie van insert, net als dat je het bij, bij je PowerPoint zou doen: uh, insert, camera control erin en je kan uh, dat model invoegen. Een ander goed voorbeeld is formulierprocessing. Dus er zijn heel veel formulieren, ook binnen Microsoft. Ik ga ervan uit dat het bij Rapid ook niet anders is. Je hebt, heel veel organisaties hebben nog steeds formulieren. Nou, bijvoorbeeld een factuur wordt gewoon vaak nog op papier uh, verstuurd. En je wil die. Formulieren die wil je digitaliseren. Je wil dat je iets met die datacomponenten kan, dat je dat ook weer kan analyseren en dat je dat digitaal opslaat ergens. Dus wat hebben we gemaakt? Er is een form processing mogelijkheid nu, dat als onderdeel van die AI-builder. En dat is ook een uh, model dat je traint om bepaalde componenten op je formulier te herkennen. Vervolgens voeg je dat ook weer in in je applicatie en is het mogelijk dus uh, ja, een uh, formulier te uploaden in je app en die data inzichtelijk te maken en vervolgens herbruikbaar maken. En daar kan je dan iets mee doen in je applicatie. Dus je kan het wegschrijven naar een uh, target systeem... maar je applicatie begrijpt wat er op dat formulier staat. Ja, dus en je kan het koppelen aan je entiteitenmodel. Uh, dus het kan uh, bijvoorbeeld, nou, bekend voorbeeld natuurlijk facturen. Dat is al vaak gedaan, maar dat soort oplossingen... dat je dus inderdaad facturen kan inscannen... en dat die automatisch uh, de, de financiële gegevens in die factuur... ook je, 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 je Dynamics 365 Operations omgeving uh, ja. inschiet. En dat soort koppelingen zijn ze dan super makkelijk te maken. Exact. Een andere belangrijke ontwikkeling is Power Portals. Want heel veel mensen hebben gevraagd, en dit is echt een van de meest gevraagde, gestelde vragen van klanten. En ze zeggen, oké, okay, mooi, Power Platform, gaaf, we willen ermee aan het werk. Kunnen we dat ook naar onze, onze klanten brengen? En dat was voorheen lastiger. Dan moest het onderdeel zijn van je Azure B2B, en dan was het mogelijk. Maar in, inmiddels hebben we ook portals, en portals zijn beschikbaar voor externe gebruikers. Dus wij kunnen nu eigenlijk responsive uh, websites maken, responsive apps maken die je kan brengen naar externe gebruikers. En dat is ook weer een 'what you see is what you get' eigenlijk een nieuwe vorm van ja, een, een nieuwe, nieuwe power app die we kunnen maken uh, en die ook weer helemaal aan toepasbaar is en aanpasbaar is als je dat zelf wilt. Dus je kan zelf met de Liquid Templating Language heet dat kunnen wij volledig de styling aanpassen, de content aanpassen en een uh, portal maken voor je eindgebruikers. Ja. En het mooie hierbij is dus dat het uh, ontzettend veel uh, bring your own identity, heel veel identity providers, eigenlijk alles ja. wat in, in Azure ondersteund wordt, is daar uh, mogelijk. En uh, het licentiemodel. Uh, uh, de toegang tot deze omgeving is niet per user, maar die kan je dus ook uh, doen op basis van uh, het aantal logins binnen 24 uur bijvoorbeeld. Precies, ja. ja. Heel handig. Dit is een, een van de meest gevraagde dingen, dus ik ben blij dat het nu is. Dan heb jij een verhaaltje over de nieuwste ontwikkeling. Ja, En dat is eigenlijk een hele nieuwe markt die er aangeboden wordt met de Power Platform. Jij kan ons daar meer over vertellen. Zeker. Ja, Robotic Process Automation, oftewel uh, RPA, is uh, iets wat uh, ja, de afgelopen jaren al een, een hele uh, ja, een markt is die heel sterk in de opkomst is, die heel snel aan het groeien is. Velen van jullie zullen bijvoorbeeld een partij zoals uh, UiPath uh, vast wel een keer misschien zijn tegengekomen. Ook een uh, partij waar Microsoft een uh, uitgebreide uh, partnership ook mee is aangegaan. Maar RPA, oftewel Robotic Process Automation, maakt het mogelijk om te koppelen naar legacy applicaties. Naar systemen eigenlijk waar geen API beschikbaar is. En eigenlijk de user interface te gebruiken om informatie in een formulier te stoppen of informatie uit een scherm op te halen. Dus al die systemen waarvoor geen handige API is waar je met Flow bijvoorbeeld tegenaan kan praten. Daar kan je dan nu via de user interface geprogrammeerd uh, tegenaan praten. En de hoeveelheid aan mogelijkheden daar zijn, zijn ontzettend groot. Kun je, kun je een voorbeeld noemen voor de, voor de kijkers thuis? Ja, nou ja, je, je zag de afgelopen jaren dat dit bijvoorbeeld heel erg groot was in, uh, in de financiële en, uh, en verzekeringenmarkten. Uh, waarbij er natuurlijk ontzettend veel uh, systemen staan die soms al uh, 10, 20, 30 jaar hè, nog de mainframe applicaties die uh, allemaal uh, processen doen. En die zijn heel complex. En, en het, het maken ook van een API op een, op een legacy systeem, dat, dat, dat kan ook maanden duren. Ja. En uh, in de basis wat je hier kan doen, is je hebt gewoon een, een traditioneel kan gewoon een terminal venstertje zijn wat je op, 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 een, uh, op een server uh, Dus meestal ga je dan op een server ga je een soort desktop pakken. En uh, je kan dat formulier Dus Je kan zeggen van nou, dit zijn de inputvelden die er zijn. Die kan je één op één koppelen aan uh, de Common Data Service. En uh, je, je neemt zeg maar op, van, uh, je vult gegevens in, A, B, C, D, E, F, G. Dat is een soort, soort macro eigenlijk die je opneemt. En uh, die kan je dan in flow kan je die dus, uh, hergebruiken. Alleen die A, B, C, D vervang je dan voor variabelen. En dan zeg je dus daar moet uh, veld A, B, C, D, E in. Uh, of uh, uh, bepaalde waarden. En dan kan je dat geautomatiseerd gaan afspelen. Dus dan kan je dat, dat fysieke vormpje, dat wordt eigenlijk op die server... ...elke keer afgespeeld als die flow... Uh, wordt afgeschoten en die, uh, die schiet dan die informatie in het vormpje en die submit dat. En zo kan je dus automatisch data invoeren, als voorbeeld. Ja. En zou je dan zeggen dat dit relevant is op het moment dat er geen API is, dus dat het niet aanroepbaar is, dan zou je kunnen zeggen: Oké, okay, dan wil ik uh, Robotic Process Automation. Um, dat is nog breder, um, want het, het, het maken of het integreren. Bijvoorbeeld, als je een custom connector in, in het Power Platform kan, kan je ook custom connectors maken. En dan uh, naast de 300 connectors die er zijn, uh, geleverd door Microsoft zelf, naar alle SaaS-diensten en, en, en systemen, kan je ook zelf een co connector maken die naar een interne API wijst, of naar een, uh, uh, een andere applicatie uh, extern die, die niet onderdeel is van, uh, uh, van die 300 connectors. Dat kost nog steeds ook wel tijd. Hè? Dus hoe complexer de data en hoe veelvuldiger de, 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 de data die je wil uitlezen of wil schrijven, is, des te meer tijd het kost. En uh, nou, via de UI-flows uh, wordt het dus mogelijk om dat veel sneller te doen. Want dat is het, het opnemen op het scherm en het invullen. Dus het is ook nog een keer uh, snelheid vergrotend. Ja, mooi. Dus. Als er geen API is één, maar zeker ook uh, op het moment dus dat, je, uh, dat, het, dat je snel een integratie wil maken naar een systeem, is dit absoluut een hele interessante oplossing. Ja. Goed, dan wil ik uh, mijn twee onderwerpen vandaag uh, gaan kort over hoe het Power Platform... Uh, je hebt een vraag? Oh. Ja, we hebben oh. een vraag. Oh, oh ik dan, dacht, dan we gaan we door Ja. Um, de vraag is namelijk: hoe zorg je ervoor dat er alsnog geen wildgroei gaat plaatsvinden? En hoe zorg je? Als IT dat je nog steeds sport moet of kan leveren. En volgens mij ga jij dit beantwoorden in jouw komende slides. Hè? Ja. Um, want, ja, dus dat, dat, ik, ik, dat, ik bewaar hem nog wel even en bewaar dan ga ik wel even zo dus checken het. of ik hem goed beantwoord heb ja. tijdens mijn verhaal. Ik denk dat het goed is. Maar um, laat ik wel één standpunt daarop nemen, en dat is misschien wel als, als introductie uh, voor dit verhaal ook prima. Hmm. Is dat, dat dat wildgroei op zich is. Ja, groei is goed. En wanneer is het wild? Wild betekent groei zonder controle. En de kern hier is natuurlijk over dat je weet wat er gebeurt. En daar gaan we het zo over hebben, dus monitoring. Je moet, zolang het groeit, is het goed. Om even voorbeelden te noemen, grote use cases zoals Schlumberger... of de, 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 de Franse railways, ik vergeet altijd de vier letters. NSCF. NSCF. NCSF. Die hebben duizenden applicaties in hun organisatie. En dat voor sommige mensen die zo'n nummer horen... van wow, honderden, duizenden flows ja, ja. en applicaties... Dus die schrik hè? Die denken dat is die... heel veel. Ja. Dat, maar... is ook veel hm? dat is ook veel, trouwens. Dat is ook veel. Het is veel, maar als je ziet dus dat, dat er ook... Uh, honderden en duizenden processen zijn... Die, die geautomatiseerd moeten raken... Ja. is het eigenlijk uh, ook weer niet veel. Oftewel... Zolang je dat kan controleren, daar gaan we het zo over hebben, uh, is het goed. En, en, en die adoptie en, en, en die de, 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 de citizen developers, de mensen die die applicaties bouwen, dat wil je ook gewoon, dat wil je drijven, je wil dat enthousiasmeren. En als organisatie wil je dat, uh, wil je hun de middelen geven om dat controleerbaar te maken en ja. te managen. Nou, laat ik uh, starten met een, uh, een, een plaatje wat ik hier heb. Um, er zijn ontzettend veel manieren waarop je een, een, een enterprise architectuur kan, uh, kan visualiseren. En ik heb ervoor gekozen om, uh, om dit plaatje, het plaatje is zelfs alweer vijf jaar oud, waarin we een aantal lagen zien uh, hoe een, een moderne uh, digital workplace architectuur eruit zou kunnen zien. En wat ik in dit plaatje gedaan heb, is een aantal plekken heb ik zeg maar, blauw gemarkeerd als specifieke plekken waar het Power Platform uh, grote veranderingen brengt. Enerzijds, als we aan de onderkant kijken, dan zien we die twee blauwe stroken: waar de, ja, de back-end uh, systemen zitten, waar je ERP-systemen uh, van de organisatie zijn, waar al je, je, je klantinformatie in staat en je financiële informatie en je logistieke informatie En de, 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 wat, wat hier natuurlijk verandert is dat je die systemen met die connectors custom connectors of uh, UI-flows uh, veel beter toegankelijk kan gaan maken aan de apparatuur die je aan de bovenkant van het plaatje ziet, zoals mobiele telefoons en tablets, uh, maar natuurlijk ook webapplicaties. En dat je dus de medewerkers uh, en eventueel de klanten in je organisatie veel makkelijker en laagdrempeliger toegang kan geven tot die informatie. Enerzijds het ophalen van informatie, maar anderzijds ook het toevoegen en, en aanbieden van, van nieuwe informatie. Dus of dat nou een, een simpele service request is die je, die je inschiet in een, in een service systeem ergens aan de achterkant. Of dat je even snel productinformatie ophoudt uit een productdatabase. Allemaal voorbeelden die, die veel dichter bij elkaar komen. Nou, in het midden zien we een, een, een laag met alle verschillende vormen van, van integratie die nu plaatsvinden. En in de IT is eigenlijk integratie eigenlijk altijd een van de meest complexe dingen geweest waar we mee te maken hadden. Um, natuurlijk waren er producten zoals een BizTalk server bijvoorbeeld van Microsoft, waarbij je uh, die dingen kon, uh, kon connecteren. Uh, maar zelfs dat had je echt hele diepe experts voor nodig om, om dat te kunnen, kunnen doen. Nou, natuurlijk hebben we bijvoorbeeld uh, Azure Integration Services, als een heel platform op, op Azure om uh, verschillende systemen uh, aan elkaar te koppelen. En ook Logic Apps als een belangrijk component daarop. En trouwens, Logic Apps is uh, onder uh, Power Automate eigenlijk de motor die, die alle integratie doet, maar dan puur gericht op uh, professionele developers. Maar die wereld wordt ook veel toegankelijker gemaakt dankzij, dankzij Power Automate. Dankzij uh, de ui flows en de mogelijkheden om informatie te integreren, maar ook onderling te uitwisselen. En er is nog een hele leuke hier schuin boven, MDM, um, wat heel erg gaat over, over je dataplatform. Um, dus de, de, de wijze waarop informatie ook weer toegankelijk wordt gemaakt. Daar is eigenlijk de Common Data Service: um, kan hier de komende jaren een groot verschil kan maken. De Common Data Service kan eigenlijk direct gaan verbinden met externe systemen, bijvoorbeeld een ERP-systeem, maar ook uh, SaaS-systemen zoals uh, Salesforce of ServiceNow of uh, andere online systemen, waarbij je eigenlijk je, 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 je entiteit-model van je organisatie, uh, die gekoppeld kan zijn aan Dynamics, maar dus ook aan externe systemen, als, als middenpunt hebt om uh, uh, tegen te praten vanuit al je Power Apps en applicaties. Ja. Dus het wordt eigenlijk ook een data-integratielaag. Misschien is het goed om uit te leggen. Hè? Dus we hebben de Common Data Service. Maar wat is dan de Common Data Service? Daar zijn we nog niet heel diep op ingegaan? Maar het idee van de Common Data Service eigenlijk is eigenlijk dat je een database hebt... die een Common Data Model heeft. Dus je hebt een gemeenschappelijk datamodel model... Eh, die repliceerbaar is, die eigenlijk in verschillende systemen... dezelfde entiteiten gebruikt. Hè? Klopt. Dus je hebt uiteindelijk een... Eh, je moet het gewoon zien als tabellen natuurlijk. Er zijn een reeks aan tabellen die zoveel voorkomen... met bepaalde kolommen in die tabellen... Dat we zeggen, nou dat is het gemeenschappelijke datamodel dat wij gebruiken. En we kunnen de Common Data Service dan gebruiken als eigenlijk kern van de, de waarheid. Hè? De bron van de waarheid waar alle data samenkomt. En uh, misschien ook als integratielaag. Correct. En um, uh, dus die, die data-integratielaag is ook een hele belangrijke verandering die veel toegankelijker gaat, gaat worden. En de, de, eigenlijk de eenvoud om verschillende systemen daaraan te koppelen en dan ook weer die informatie toegankelijk te maken uh, naar eindgebruikers via een power-appje wat je maakt, um, dat is een ontzettend belangrijke verandering. Dat zijn even de kernpunten die ik wil uh, veranderen. Ook bijvoorbeeld uh, de App Store staat nog in dit plaatje. Natuurlijk de mogelijkheden om apps aan te bieden aan je gebruikers. Daar kunnen we straks een verschuiving zien. De, de noodzaak om, om third-party SaaS-applicaties elke keer maar in, in een soort store te stoppen wordt steeds kleiner. Want steeds makkelijker voor een bepaalde behoefte uh, wordt het mogelijk om gewoon een, een dedicated app te maken. Die je via de, de, de Power Apps app gewoon bij alle medewerkers op een mobiel kan aanbieden. Of op een tablet of via een webportaal uh, als onderdeel van een, van een intranet of, een, of uh, als onderdeel... ...deel in hun teams, waarbij het gewoon in context van een, van een, van een team wordt aangeboden. Ja. Goed, um, we hadden het net over die rol van die professional developer en hoe die groeit. En uh, wat ik eigenlijk hierin wil laten zien is dat, die, dat in deze slide, is dat je die drie lagen... ...de bovenkant, het, het, het Power Platform om dus uh, te interacteren met data en al die Azure Services... ...daaronder, die, uh, die wereld die, die groeien naar elkaar toe. En als, als professionele developer krijg je dus ook steeds meer de mogelijkheid om, om uh, een bepaald onderdeel, een formuliertje even met Power Apps te maken en te connecteren uh, naar een bepaalde database die je in, in Azure hebt. Of uh, de cognitive services die, die, die nog meer functionaliteiten bieden dan op dit moment met uh, Power Apps BI Builder mogelijk is. Dat je eigenlijk die dingen kan steeds meer kan gaan combineren. Ja. En bijvoorbeeld in Power Apps kan je als professioneel developer ook je eigen uh, controls bouwen. Dus mocht de library van controls uh, tekortschieten uh, binnen Power Apps, dan kan je het uh, Power Apps uh, Control Framework gebruiken om, om ook eigen. Gewoon in, in, in Visual Studio uh, kan je gewoon met TypeScript kan je, kan je je eigen uh, controls bouwen en die kan je gewoon importeren in een Power App. En kan je ook bijvoorbeeld een standaard template gaan bouwen... Die ...waar bijvoorbeeld iedere applicatie in je organisatie aan moet voldoen. Bijvoorbeeld qua, qua user interface of qua uh, uh, om een stukje standaardisatie in je apps te krijgen... ...en ook eigen vaste controls daarin te hebben. Dus daar zie je ook eigenlijk het verschil tussen misschien de citizen developer en de pro-developer. Dus de pro-developer, traditioneel uit IT, die maakt die controls. Mm -hmm. En die kan dan degene, de citizen developer zoals we die noemen, de eindgebruiker... ...kan die dan in zijn applicaties gebruiken. En dat is ook een van de grote verschillen. En daar gaan we het zo ook even over hebben. Van hoe positioneer je nou dat platform en wie gebruikt dat platform op welke manier? Ja, correct. Dus dat is een, een, een belangrijk verschil. Um, en um, weet dus dat je ook als professioneel developer uh, een hoop tijdswinst kan, kan krijgen. En een hoop uh, schaalgrootte en, en schaalbaarheid kan brengen naar je applicaties met behulp van het, uh, van het Power Platform. Ja. Hoe beheer je dat dan? Ja. Gaan we dat, hoe gaan we die wildgroei nou temmen? Hoe, hoe gaan we dat nou doen? Ja, want, want dat is het eh, speelveld. Aan de ene zijde wil je ontzettend dat, dat die adoptie groeit. Je wil je organisatie helpen om succesvoller te zijn. Euh, sneller mee te gaan in de veranderingen van, van de snel veranderende wereld uh, om de organisatie heen. Uh, al die klantwensen die, uh, die binnenkomen, daar wil je uh, snel op kunnen reageren. En, maar, dus, dus je wil medewerkers ook die mogelijkheid geven om die app zelf te gaan bouwen of zelf processen te gaan modelleren. Alleen, hoe zorg je er nou voor dat dat niet alle kanten op schiet? En hoe zorg je er nou voor dat er ja, geen grote problemen gaan ontstaan? Wat deze slide laat zien, is een aantal van de belangrijke problemen die vaak naar voren, of die, die genoemd worden op het moment dat, dat, dat er over Power Platform gesproken wordt, in een brede context van, we gaan dit aanbieden aan de hele organisatie. Nou, wat je hier bijvoorbeeld ziet, is hoe ga je om met de veiligheid van de data? Hoe ga je data lekker voorkomen? Uh, GPDR natuurlijk als een heel belangrijk component daarin, in waarin je door regelgeving natuurlijk nu ge, ja, gedwongen bent als organisatie om ervoor te zorgen dat dat informatie niet buiten de organisatie lekt. Andere componenten die je hierin ziet is um, uh, de manier waarop als iemand een flow maakt, hoe zorg je nou inderdaad voor als iemand die organisatie dan verlaat, uh, dat, ja. dat dat nog steeds beheersbaar blijft. En uh, hoe zorg je ervoor dat, uh, dat je die risicomanagement op je data. Uh, de manieren waarop je uh, application lifecycle management. dus hoe groei je de applicatie over, overheen en hoe zorg je ervoor dat je het misschien eerst kan testen in een testomgeving. en het dan naar productie kan brengen. Allemaal onderwerpen waar, je, waar we vanuit governance uh, uh, een, een invulling aan moeten geven. En er is iets heel grappigs: we kunnen namelijk het Power Platform ook gebruiken. Dus Power Apps, Power Automate en Power BI. Om governance te doen op Power Apps, Power BI en, uh, en Power Automate. En een van de voorbeelden die je hier ziet, en, en, en wildgroei is geen wildgroei meer als je precies ziet wat er gebeurt, want dan kan je bijsturen, is dus de mogelijkheden om uh, Power BI en ook Power Apps te gebruiken om, om te visualiseren. Uh, welke nieuwe applicaties worden gemaakt? Uh, waar in de organisatie? Uh, in ja. welk land? In welke business unit? Op welke locatie? Welke uh, data, hè? Dat uh, welke data wordt er gebruikt? Welke connectors worden er gebruikt. Ja. Exact. Uh, welke, welke, hoeveel data gaat er over welke connectors? Worden er nieuwe custom connectors gemaakt? Dat is allemaal te visualiseren. En wat je als organisatie eigenlijk wil doen, is een, een, een center of excellence uh, opzetten. Waarbij je uh, eventueel gezamenlijk met een uh, partij zoals ons, Rapid Circle, um, gaat zorgen dat, dat je dat inzicht hebt in, in, in welke informatie door die organisatie stroomt, welke apps worden gemaakt en dat je daar uh, actief beleid op gaat voeren. Nou, en hier dus een, een voorbeeld van, uh, uh, van, van een visualisatie. Die, die, die applicaties die maken wij zelf, maken wij voor klanten, met klanten. Maar uh, er zijn ook een paar belangrijke updates uh, op het, uh, het uh, admin-portal van, uh, van, van Power Platform, waarin Microsoft ook steeds meer dashboards zelf uh, gaat brengen om inzicht te krijgen in, in de applicaties en het gebruik ervan. En dit is hier een voorbeeld van, waarbij in dit geval, uh, als ik me niet verschil, vergis, een inzicht is in het, uh, in het aantal connectoren uh, wat er in de, in de omgeving wordt gebruikt, en, ja. en, en wat voor data daar overheen gaat. Misschien mooi om aan toe te voegen, Microsoft, uh, het productteam van Microsoft, van het Power Platform, heeft recent wat we noemen de Center of Excellence Starters Kit uh, gelanceerd. Dus dat is eigenlijk een combinatie: een kit met allerlei flows en apps, dashboards die je al kan gebruiken, die door onze productgroep zijn ontwikkeld. Die kan je importeren in je eigen omgeving. En die geven je heel goed inzage in wat gebeurt er nou in mijn omgeving? Wat, er, wat gebeurt er in je omgeving? Dus elke keer als iemand een applicatie aanmaakt, hè, mm -hmm. een appje aanmaakt, krijgen ze een welkomstmail. Maar krijgt IT ook een bericht van: hé, hey, dit is een nieuwe applicatie. Waardoor IT ook kan beoordelen in hoeverre de applicatie missiekritisch is, welke data er wordt gebruikt. En op die manier ook in staat stelt echt inzage te hebben in wat er allemaal gebeurt. En er zijn ook standaard dashboards die ook weer herbruikbaar zijn. Ja. Dus dat is een grote tip. Starters Kit, Center of Excellence Starters Kit is online te vinden. En online te downloaden kun je gewoon nu gebruiken. En we gebruiken dit ook als een vertrekpunt om onze klanten te helpen en dat uit te breiden om, uh, om zo'n organisatie op te zetten. Een ander voorbeeld wat ik heel kort wil aantippen is uh, DLP, Data Loss Prevention. En de mogelijkheid dus waarbij je uh, een, een separatie, een opdeling kan maken tussen, tussen connectors. En kan voorkomen dat bijvoorbeeld een connector die gekoppeld is aan je, aan je SAP-systeem, aan een ERP systeem, dat die data zou kunnen lekken naar een connector die ook informatie kan sturen naar de buitenwereld, naar het publieke Twitter domein. Of, ja. Twitter is dan het, het goede voorbeeld. En, en de, 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 de grap was ook ooit volgens mij dat, dat iemand een appje had gemaakt die data uit SharePoint, uit een lijst waar een bepaalde SharePoint data in staat. Ieder, ieder itemje wat er ingestopt werd, via Twitter. Ergens ging, uh, ging ja. posten. In theorie kan het, hè? Technisch kan het, tenzij het dus dicht zet, zoals hier. Het is prima uh, te controleren en je kan het dus op connectorniveau gewoon scheiden. Dat je gewoon kan zeggen: deze connector mag niet data leveren aan die andere connector. En je kan het zelfs ook nog fijnmaziger regelen om dat uh, in controle te houden. Dus daar zijn ook verschillende mogelijkheden voor. Ik zag dat wij een app hebben, of zo oh. een app: we hebben een vraag. Um, iemand zegt: Ik ben best handig, maar hoe moeilijk is het nou om dat platform echt te leren kennen? Nou, dat is um, echt te leren kennen, denk ik wel. Dat, dat is natuurlijk niet echt een hele smart definitie van. Daar zit een journey. Hè? Dus, dus voor, voor iedere tool is er een, een leercurve. En we hebben natuurlijk het principe waarbij we in een dag of in twee dagen. Ik zal later aan het eind ook een link sturen naar uh, een hackathon die wij organiseren. Uh, waarbij in twee dagen best wel een, 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 een heel goed gevoel kan krijgen wat je met het platform kan doen. Wat, 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 de, 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 wat er mogelijk is met Power Apps, wat er mogelijk is met Power Automate. Dat je ook echt na die twee dagen heb je ook, kan je ook echt zelf dingen gaan doen met je een bepaald vertrekpunt hebt. Uh, hoe, hoe, dus, dus, uh, maar als je gewoon handig bent met Excel en heel handig bent met PowerPoint en je kan een ja. formules maken, zou dat al een vertrekpunt kunnen zijn dus om, om met, met, met Power Automate en Power Apps aan de gang te gaan. Ja, of het algemeen als je een beetje. Savvy bent je, vindt het leuk, dat is denk ik het belangrijkste. Dus als je het leuk vindt, dan pak je het natuurlijk ook veel sneller op. Ja, en, en maar die formuletaal, dat helpt zeker, dus daar Doe. moet je ook niet van schrikken. Ja, regular expressions schrijven is gewoon een oefening en dat moet je dat dat, dat daar gaat, gewoon daar gaat een tijd overheen. En hoe, hoe vaker je het doet, en dat geldt voor alles. Hoe vaker je het doet, des te ja. beter en handiger je daarin wordt. En dat merk je gewoon dat in het begin ben je nog gewoon veel helpfiles aan het bekijken of even video's aan het, aan het zien of, of zoek je dat op in documentatie. Uh, maar je, ja, over de weken heen word je daar steeds makkelijker in. Ja. Uh, dus dus je, het wordt steeds beter. Dus natuurlijk is het een proces van uh, uiteindelijk weken en maanden voordat je echt... Uh, uh, misschien wel jaren, om, om, hoe, hoe langer je er, hoe meer tijd je erin steekt, des te beter het wordt. Maar en er dat, is het, veel hulp online. Hè? Er is... is veel hulp online en het is vooral een laagdrempelige instap. Ja, ja. heel goed. Hier een korte slide over de mogelijkheden dat je ook um, als, als, als op een professionele manier steeds meer controle kan krijgen wat er nou gebeurt in een applicatie. Dus je kan steeds beter nu gewoon ook uh, tests gaan schrijven om precies te zien welke data door een applicatie heen gaat. En de performance kan checken. En dus eigenlijk net zoals een professionele developer doet, echt een soort vorm van debugging op je applicaties kan gaan toepassen. Om uh, ook uh, als, een, als je als IT-afdeling uh, wil zien van hé hey, we krijgen een applicatie aangeboden waarin de organisatie ons vraagt om dat uh, mede in beheer te nemen. Dat je ook precies kan gaan zien uh, wat er in die applicatie uh, gebeurt. En dat je ook gewoon echt zelfs uh, vergelijkbaar als met een Git-rapport. Uh, kan precies zien wat er is aangepast op het moment dat er versiebeheer op gaat plaatsvinden. Dat je ze precies ziet wat er veranderd is. Zonder dat je heel die app hoeft te openen, maar je kan het dan gewoon uh, bijna op een soort soort code niveau kan je dat gaan vergelijken. Grote veranderingen. En dus de mogelijkheid ook, en daar heb ik nu geen slides over. En dat zou een hele aparte webinar kunnen zijn. Hoe je DevOps principes kan gaan gebruiken om Power Apps en Power Automate uh, te gaan managen. Dus de volledige integratie ook met Azure DevOps... De heel veel integratiepunten ontstaan daar nu... om op dezelfde manier via pipelines en de professionele omgevingen... in te zetten om dit te managen. Weet dus dat daar veel mogelijk is en ook steeds meer mogelijk gaat worden. Goed, nou dan hier een van mijn laatste slides voor vandaag... wat betreft dit, dit verhaal. We zien hier dat het, dat het ontzettend handig is om te gaan kijken van... Hoe gaan wij nu als IT-afdeling om met die verschillende soorten applicaties die, die kunnen gaan ontstaan in het bedrijf, in de organisatie? En dit is een soort richtlijn die je zou kunnen hanteren in de hoeveelheid tijd en ondersteuning die je als corporate IT-afdeling gaat bieden aan de verschillende applicaties die ontwikkeld gaan worden. En het belangrijkste hier is dat, als we zeg maar van, uh, uh, van rechts naar links gaan, dat een, de, de, een basisapplicatie, een productiviteitsapplicatie, die misschien maar in een, in een klein team wordt gebruikt, en uh, waar uh, die, die kan gewoon prima ondersteund worden door, een, uh, door, de, de, door de citizen developer, door de, door, de, uh, prof, door de developer zelf, en die, die heeft misschien maar echt maar minimale ondersteuning nodig vanuit IT. Natuurlijk kunnen we, ga je als, als Center of Excellence uh, advies bieden en, en, en richtlijnen. En dan kan je misschien standaard controls aanbieden. hoe je bijvoorbeeld navigatie moet gebeuren. of de branding zeg maar, van die applicatie er dan in ieder geval uit moet zien. dat het in ieder geval uniform is voor de gebruikers. Maar voor de rest zou je daar niet zoveel aan hoeven doen. In die middelste laag, de, de important, zien we dat um, het kan zijn dat, dat zeg maar daar, daar, daar kritische informatie zit. Dat, dat, dat het gerelateerd is aan een bedrijfsproces. Of dat het een uh, met bepaalde complexiteit in zich heeft. Of dat het um, uh, een grotere groep gebruikers ondersteunt. Voor dus een hele business unit of een organisatieonderdeel. Dus in ieder geval. Het zijn niet een paar gebruikers. Het kunnen misschien wel honderden gebruikers zijn. En dan um, zou je als IT in ieder geval daar een soort. soort uh, ja, ze noemen het hier blessed by IT in deze slide. Maar dat je op zijn minst moeite hebt gedaan om, om dat even te reviewen. Uh, te ondersteunen. Kijken of de data op een veilige manier wordt ontsloten. En uh, wat checks op uit te voeren. Uh, en op die manier daar de, de, de controle en het beheer en het support mee te helpen aan de gebruikers. Dan de laatste variant voor echt kritische applicaties. En dan hebben we het over applicaties met een grote complexiteit. Of applicaties die voor een, voor een organisatie breed worden aangeboden. Of die hele uh, mis, uh, belangrijke kritische informatie heeft te bieden die echt een kernproces van de organisatie ondersteunen. Dat zouden applicaties moeten zijn waar eigenlijk de IT-afdeling wel de ownership van pakt. En gewoon de primaire aanspreekpunt wordt om, om die te ondersteunen. Al dan niet nog steeds samen met de creators van, uh, van die app. Maar waarbij je dus voor kan kiezen om daar echt een uh, application lifecycle manage, uh, life management proces op lot te laten. Waarbij nieuwe veranderingen eerst in een, in, een, in een testomgeving worden aangeboden. En misschien en zelfs een acceptatieomgeving, waarin het voorgelegd wordt aan een gebruikersgroep. Uh, waarin in bepaalde tests worden uitgevoerd voordat het echt maar een nieuwe update in, in productie wordt gebracht. Ja. Dus weet dat daar een, een spectrum is en dat, dat, dat verschillende apps op verschillende manieren nog steeds beheerd moeten gaan raken. We hebben hier ook een vraag over, aan Maarten. En dat is voordat, <tacht> voordat IT door heeft. Dat de Citizen Developer een app bouwt met functionaliteit die op een andere plek al beschikbaar is, mm -hmm. heeft deze al CD al uren verbrand, hoe kan je hier zo snel mogelijk bij zijn? Ja, weer het eerste antwoord: monitoring. Dus, monitoring ja. um... dus dat is ook die, die starter skit waar we het net over hadden, die nope. Center of Excellence kit. Elke keer als er een app wordt aangemaakt, kan je IT daarvan op de hoogte zijn. Je kan een trigger ja. plaatsvinden, zodat er in ieder geval wordt geassessed in hoeverre ja. is deze app missie kritisch is? En in hoeverre moeten wij ingrijpen? En dan zou je dit model kunnen volgen wat jij hier omschrijft: met uh, Supported by IT, Blessed by IT en echt Owned by IT. Ja, nou, en ik zal twee voorbeelden noemen die we al in de praktijk gebruiken bij klanten. Eentje was natuurlijk zo'n Power BI dashboard. We <tus> hebben voor verschillende klanten van die dashboards gemaakt waar precies kun, kan gezien worden: van waar worden nou, waar zijn de, deze apps deze week, deze maand gemaakt? En welke unit, welke gebruikers? En uh, uh, wat voor soort applicaties zijn dat? Maar ook Power Automate. Kan naast Power BI in dit voorbeeld een rol spelen. Waarbij dus op het moment dat uh, een, een nieuwe gebruiker uh, Power Apps de eerste, eerste app maakt. en zijn ja. eerste app published, geautomatiseerd een e-mail krijgt. Precies. met. Hé, hey, ik zie dat je een app hebt gemaakt. Uh, dit zijn onze richtlijnen van onze organisatie. Uh, hier vind je hoe je verplicht deze componenten qua branding uh, zou moeten gebruiken. En uh, meld even hier in de App Store aan wat je app doet. Voor, om, om zeg maar iets te vertellen. Uh, want dan kunnen we extra support gaan bieden. Ja. Dus ook dat proces is deels te automatiseren met bijvoorbeeld Power Automate. Ja, absoluut. Dus het, het is grappig dat je eigenlijk onze eigen oplossing gebruikt om de oplossing ook weer te monitoren. Hè? Absoluut. En er zijn heel veel mogelijkheden en heel veel best practices in hoe dat gedaan kan worden. En um, nou, onze toegevoegde waarde als, als system integrator is, is dus in veel mindere mate dat wij applicaties ook, dit soort applicaties bouwen voor klanten. Maar dat we ze juist gaan begeleiden in hoe maak je nu een, een succesvolle applicatie. En, en, en hoe gaan we uh, organisaties helpen om um, uh, dat in goede banen te leiden en controleerbaar te maken. Goed. Nou, En daarmee kom ik eigenlijk tot uh, deze twee punten. Uh, als, als Rapid Circle zijn het eigenlijk dus de belangrijkste diensten die wij leveren, is, is organisaties helpen om te kiezen van wat zijn nu waardevolle applicaties. Waar zou je nu als, als organisatie uh, op moeten focussen? Niet ieder idee is een goed idee. Je moet vooral gaan kijken van uh, hoe, wat voor impact heeft een uh, bepaalde applicatie op, op de interne organisatie of op klanten. Uh, hoeveel uh, geld is er te besparen, nou, hoeveel tijd. Vaak vooral is er te, te winnen per medewerker per maand. En daar kan je dus eigenlijk een soort business case op maken om te zorgen dat je in ieder geval die capaciteit uh, die beschikbaar komt omdat meer medewerkers apps kunnen maken, dat je die ook effectief inzet. Ja. Dus dat is uh, het proces wat wij uh, continuous innovation noemen. Maar we leveren ook verschillende managed services. En die managed services zijn vooral bedoeld om, om die best practices zoals we het net hadden van hoe kan ik nou dat proces automatiseren? Hoe ga ik dubbele applicaties voorkomen? Hoe ga ik ervoor zorgen dat medewerkers zich aan bepaalde richtlijnen gaan houden. met betrekking tot het bouwen van applicaties en werkprocessen? En hoe kunnen we dat in goede banen leiden? En hoe kunnen we security en manageability zeker stellen? En ik heb het nog niet over gehad, over audit. audit logs, maar ook een heel belangrijk component. van het feit ten opzichte van Shadow IT. is dat alles wat op het Power Platform wordt gemaakt. dat het een audit log kan, kent. Ja. Dus dat gaat over het gebruik. Uh, de datatoegang, um, alles is uiteindelijk traceerbaar en daardoor ook volledig compliant te maken. En kan je dus dit soort uh, componenten ook prima inzetten voor, voor, voor een heleboel processen die echt gewoon hele hoge mate van regulering kennen en wetgeving. En, um, en het daardoor dus ook gewoon manageable houden en die wildgroei dus eigenlijk niet hebben omdat je exact kan zien wat er gebeurt. En um, op het moment dat iets misgaat, ergens al een alarm kan laten afgaan om in te grijpen als nodig. Ja, het vereist ook een, een mindset hè, die anders is dan de traditionele mindset. Hè. De, de mindset dat de eindgebruiker zelf een applicatie kan maken, is even, is even schakelen voor IT in eerste instantie. Maar wij raden gewoon aan, zet dat platform open, maar wel op een gecontroleerde manier open. Zodat Absoluut. Mensen echt wel, want anders ga je die innovatie ga je tegenhouden en dat is precies wat je niet wil. Maar vooraf moet er goed nagedacht zijn over hoe doe je dat dan? Mm -hmm. Hoe richt je dat in? Eh, maar zorg wel dat de medewerkers toegang hebben tot dat platform. Ja. En dit bewustwording, dus adoptie en change management, is daar gewoon een ontzettend belangrijk component in. Uh, enerzijds om mensen bewust te maken wat ze met die applicaties kunnen, maar anderzijds ook hoe ze daar controle op kunnen houden. En als Center for Excellence wil je gewoon webinars gaan organiseren en, en, en trainings uh, op locaties en, en hackathons om uh, mensen te laten zien wat het platform kan en, en de, de, de mogelijkheden ervan te stimuleren en aan te geven waar de grenzen liggen en hoe je op een veilige manier een, uh, via een connector toegang kan krijgen tot, tot ERP-data bijvoorbeeld. Stel dat mensen dit zien, ze zijn geïnteresseerd, ze willen over tot de praktijk. Dan heb jij daar een oplossing voor? Hè? Ja, wij uh, organiseren in het uh, nieuwe jaar een, een hackathon. Waarin we in, uh, in twee dagen met een, uh, een groep van, van klanten en geïnteresseerden uh, hele toffe apps gaan bouwen. En uh, Waarbij we eigenlijk uh, beginnen met een stukje basistraining uh, op de eerste dag. Met, met wat is nu het gebruik van, uh, van Power Apps? Uh, hoe, hoe bouw ik een uh, met Power Automate? Wat, wat, voor, wat voor modellen zijn er mogelijk? En op basis daarvan uh, gaan we in Teams uh, toffe ideeën bedenken. En uh, gaan we dat in de tweede dag gaan we die, uh, gezamenlijk bouwen onder begeleiding. Uh, waarbij je dus eigenlijk ziet van, wat, wat is er mogelijk in zo'n korte tijd om aan, uh, aan uh, gave dingen te bouwen. Nou, deze link die je hier ziet op deze slide is te gebruiken om je daar alvast voor uh, te registreren als je geïnteresseerd bent. En de link wordt waarschijnlijk ook in, uh, naast dit webinar beschikbaar gesteld. Dus uh, zou je daar uh, aan zo'n hackathon willen deelnemen, dan, uh, nou, dan raad ik je zeker aan om je vast hiervoor aan te melden uh, en dan zorgen we dat je op de hoogte blijft. Als laatste nog een, een korte slide over wat wij als Rapid Circle allemaal doen. Nou, naast het uh, drijven van innovatie en het gecontroleerd maken van uh, het Power Platform, houden we ons ook nog bezig met het uh, migreren van data uh, van uh, File-servers uh, naar uh, Microsoft 365 en SharePoint en Teams. Uh, datacenter-migraties, dus het, uh, van, van interne servers naar, naar Azure. We houden ons bezig met change management en adoptie. Uh, samenwerking faciliteren met Microsoft Teams en, en SharePoint. Een hele hoop dingen waar wij onze klanten mee helpen. Maar belangrijk, Power Platform wordt de komende tijd echt een, een, een superbelangrijk onderdeel voor ons. om uh, onze klanten te gaan helpen innovatie te drijven. Heel goed. Daarmee hebben we volgens mij uh, de kern van ons verhaal verteld. En ben ik wel heel benieuwd of er misschien nog, uh, nog open vragen zijn waar we. Er zijn, zeker, er zijn zeker nog een paar vragen die we kunnen beantwoorden. Even kijken. Iemand heeft gevraagd: in hoeverre is het nodig om apps te updaten als er bijvoorbeeld een nieuwe versie is van een connector? Hele specifieke vraag. Die is heel specifiek. En uh, aangezien ja. de tijd die we hebben, uh, weet ik niet of ik daarover kan uitweiden, maar weet dat het kan. Ja. Dus connectors raken, dus, dus een connector praat tegen een API en die kan groeien. Ja. En uh, ook die connectors kan je ook change management doen. Dat is eigenlijk het korte antwoord. Ja. En, en dat kan op verschillende manieren. En iemand vraagt, heb je dan in de toekomst voor elk businessproces een power user zitten? En dat is denk ik een goede vraag, want wat, wat vereist het voor de organisatie uh, om te zorgen dat die power users er zijn? En hoe, hoe wordt dat dan verdeeld hè, over de organisatie? Dus we hebben IT die het support of blast of uh, een beetje laat gaan. Mm -hmm. En hoe kom je nou aan die power users? Hoe, hoe, hoe doen wij dat? Ja, nou dit gaat ook over eigenaarschap van processen eigenlijk. En, en in, als, je, als je heel erg uitzoomt, is het in hoofdlijnen zo dat, dat, dat verkoop, die is verantwoordelijk voor verkoopprocessen en finance voor financeprocessen. Ja. Um, hoe groter de organisatie, des te fijnmaziger daar natuurlijk allemaal laagjes in staan. En heb je uiteindelijk binnen een afdeling of, of binnen een land in een specifieke afdeling, heb je iemand verantwoordelijk voor een, uh, nou bijvoorbeeld een purchase to pay proces. En een proces van, van, uh, en, en, en daarbinnen... Ik zou iemand eens kunnen bedenken, hey, laten we een makkelijke manier vinden om, uh, om een, uh, een inkoop uh, te, geaccordeerd te krijgen intern. Een heel goed voorbeeld wat met Power Apps en Flow is te doen. Ja. En, en dan kan je dus een verschuiving krijgen, waarbij je altijd een business owner hebt, namelijk de financieel directeur of de directeur van die afdeling die over inkoop gaat. En die gaat dan, daar werkt dan misschien iemand op die afdeling. En die wordt een soort mede-eigenaar van het verder ontwikkelen van, uh, van dat proces. Ja. Het kan op verschillende manieren en ook daar zijn een hoop best practices voor in, in hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Heel goed. We hebben veel vragen die zijn uh, heel erg specifiek. Ik denk dat we in het grote plaatje hebben goed uh, neergezet. Dus okay. uh, ik wil jou bedanken voor je tijd. Heel graag gedaan. Leuk om dit uh, te doen zo samen. Ja. En uh, voor de kijkers ook uh, super bedankt dat jullie uh, de tijd hebben genomen om wat meer te leren over uh, dit fantastische platform. Ja, dank jullie wel. Bedankt voor de aandacht en we sturen alle slides we later op.